Goedemiddag, ik ben Thomas Buijs van de toeristische dienst van Lier. En we gaan eventjes uitleggen hoe dat de Davidsons Rally, de zoektocht, in elkaar zit. Er zijn verschillende formules die je kan doen en dan kunnen we best eventjes daar kijken naar de prijslijst. De mensen die zich aanbieden bij ons om een rally te kopen, vragen we welke rally ze willen kopen. Ofwel de gezinstocht, ofwel de klassieke. Dus er zijn twee verschillende formules. En er zijn ook verschillende tarieven. Als men geen lid is van het Davidsons en wil ook geen lid worden, dan betaalt men op zich de volle pot, zijn de 30 euro. Wil men wel lid worden en dan voelt men hier een fiche in, dan betaalt men 25 euro. Is men toevallig klant van een bepaalde bank, dan betaalt men 20 euro. Is men lid van het Davidsons, dan betaalt men maar 15 euro. En dan geven wij de boekjes, ofwel de klassieker, de klassieke gezinstocht, de iets moeilijkere gezinstocht, ofwel de speelse, de makkelijke kinderzoektocht. En de mensen krijgen dan een tasje met een paar leuke cadeautjes die ze daarbij krijgen. Ze krijgen een plaatje voor aan de fiets te hangen, ze krijgen een boekje met daarin de uitleg van wat het allemaal inhoudt, van de horecazaken of verschillende zaken hier in Lier, die verschillende voordelen aanbieden aan de Davidsons zoektochters. Helemaal achteraan, heel handig, evenementenkalender van wat er tijdens de zoektocht, dus tussen juni en september, allemaal te doen is in Lier. Ik zou die de klassieke, de iets moeilijkere zoektocht aanraden. Ja. Er zijn ook prijzen aan verbonden, hè, want als vanaf dat hier een code op staat, weet men dat men een prijs kan winnen. Want mensen die met veel komen zeggen, ja, ik wil ook een boekje voor de kinderen of een extra boekje, dan kunnen we een duplicaat brochure meegeven. Die kost maar 3 euro, maar daar kan men geen prijs mee winnen. Want het gaat erom, niet alleen deelnemen, maar ook wel winnen natuurlijk. Nee, men kan heel de zomer meedoen. De rally is nu gestart, dus 3 juni is die gestart en die loopt nog tot 17 september. Je mag nu ook een boekje kopen om morgen te landen. Absoluut. Je hebt tijd nog tot 17 juni, september, excuseer, om deel te nemen. Je kan die bij ons bezorgen of je kan die bij het Davidsfonds bezorgen. Je kan die online ook aan hen bezorgen. En de prijsuitreiking is voorzien op 22 oktober en dat zal hier in Lier zijn. Graag gedaan. De deelnemers aan de zoektocht krijgen ook een boekje. Het boekje is ook apart te verkrijgen in de boekhandel. Maar als je het pakket koopt om deel te nemen aan de zoektocht, krijg je het boek erbij. Het is een heel leuk werk over Lier en Palieteland met een hele hoop getuigenis van bekende lierenaren of ingeweken lierenaren, zeg maar. Dat is een prachtig werkje dat je er eigenlijk gratis bij krijgt. En de auteur is? En de auteur is Philip Spoelders.